Maarten van Rossum? Nou, als ik columnist het woord dobbelneger had verzonnen, zou ik daar wel een beetje trots op zijn, geloof ik. Want het is een, ja, of je er nou lang en kort over praat, en wij praten er al veel te lang over wat mij betreft. Het is wel een lekker woord natuurlijk, maar het heeft ook wel iets neerbuigends, ja. Maar het zou mij niet verbazen als dit voor de Vandalen het woord van het jaar gaat worden. Hè. Maar is het een vorm van verhuftering? Nee, dat vind ik een beetje zwaar. Is het een fijngevoelige term? Nou, bepaald niet. Maar als ik het zelf verzonnen zou hebben, zou ik moeite hebben gehad om het niet te gebruiken. Oké, okay. Zo goed ken je jezelf wel. Ja, kijk, een column schrijven en dan het woord dobbelneger. Denk daar nou eens een tijdje over na. Dan zul je zien dat een heleboel mensen vanavond thuis zeggen, het ging de hele avond over dobbelnegers. Oké, okay. Stoppen we daar nu mee. We gaan breder naar internet. Vind